Ik zag er op internet iets langskomen vanuit de provincie die dit dus aanbood samen met Natuur en Milieu. En ik dacht, ik ga gewoon langs de buren. En zo is het begonnen. En dat begin krijgt nu een vervolg met twee nieuwe elektrische deelauto's die 9 maanden lang tegen een zeer goedkoop tarief door de provincie beschikbaar worden gesteld. Als provincie hebben we dit initiatief genomen omdat we een grote klimaatopgave hebben en hier in Haarlem, en dat heeft de wethouder net ook gezegd, ook gewoon een groot parkeerprobleem is. Ja, en met dit initiatief hoop je beide te kunnen doen. Wat is de eerste indruk? Ik vind het wel mooi. Ja, je hoeft je niet voor te schamen als je erin rijdt, toch? En daarom wil ik hem hebben. Vind je het een mooie auto? Ja. Wil je ook een keer een rondje rijden? Ja. Als buren dan rondjes gaan rijden in de auto, heeft dat dan ook effect op hun eigen autobezit? Wij hebben nu nog een auto, ja. Staat wel te koop. Ja, want je gaat gelijk over, je denkt nu is het niet meer nodig. Of? Nou, zoals ik zei, we hebben al een keer eerder zonder auto gezeten, periode. En ik weet dat we het kunnen. Onze twee dochters zijn nu wel een stuk ouder, dus die zullen misschien ook even moeten wennen. Mijn vriendin klaagt nog wel eens dat ik te vaak de auto mee heb. Dus dan zou dit perfect zijn om elke raad geen tweede auto te nemen. Maar dat we wel er gebruik van kunnen maken op het moment dat het nodig is. Nu is het de provincie die een korting regelt voor de bewoners. Zou in de toekomst bijvoorbeeld zo'n constructie uit de gemeente kunnen komen? Nee, dat zou zeker kunnen. Dus er zijn meerdere initiatieven al in Haarlem gaande. Bijvoorbeeld in het Ramplaankwartier met onze auto. En ook, we moeten dat wel eventjes met elkaar in beleid vatten. Hoe zien we dat voor ons? Nou,